Hallo allemaal, welkom op onze YouTube-kanaal waar u alles kunt vinden over permanente make-up. Hallo allemaal, welkom op bij onze kanaal die gaat alles over permanente make-up. In deze rubriek die heet Vragen en Antwoorden, alles over permanente make-up. Deze video wil ik uitleg geven wat is 3D wenkbrauw. 3D of gecombineerde technieken in één wenkbrauw. Nou, 3D, driedimensioneel, dan creëer je toch wel wat diepte, lichte punten, donkere punten en overvloeiend van donker naar licht. Dus alles in één wenkbrauw. Dat kunnen we wel doen door middel van kleur, maar dat kunnen we ook wel doen door middel van de verschillende technieken toe te passen. En dat kan wel zijn een haartjestechniek, maar die wordt ook wel gecombineerd met een schaduwtechniek. Ligt eraan, hoe is uw wenkbrauw, waar heeft u eigen haartjes, wat heeft u niet. Dus dat wordt het allemaal bekeken, echt persoonlijk naar u toe. En daar wel op de plek keuze, specialist maakt dan wel eigen keuze. Waar doet u wel haartjes plaatsen, waar is er wel meer schaduw moet het zijn. Nogmaals, hoe oud bent u? Bent u sportief? Draagt u wel graag make-up, gewone make-up? Bent u misschien wat ouder wel iemand? Dus alles is aan te passen, echt voor de leeftijd en natuurlijk ook wel voor de mensen van de klant. Nou, haartjestechniek maken wij door middel van de apparaat. Wij gebruiken geen microblading, omdat het gewoon snijdende bewegingen veroorzaakt. En daar kiezen we niet voor. En schaduwtechniek maken we ook wel met apparaattechniek. Keuze qua kleur zijn ook wel heel erg breed. En natuurlijk, wij kijken wel meestal als er toch wel haartjes van uw eigen aanwezig. Dan moeten we wel kleur gaan kiezen die het meest dichtbij komt bij uw eigen haartjes die op de wenkbrauw nog zijn. Omdat kiest je wel bijvoorbeeld lichter, dan gaat het toch wel verschil ontstaan, waardoor het ook wel niet natuurlijk zal het ook wel uitzien. Nou, het zijn de keuzes genoeg en in de beeld kunt u ook wel bekijken het verschillende mogelijkheden die bij ons is gedaan in salon. Bedankt voor het kijken. Vond u deze informatie nuttig? Vergeet ons niet liken, delen en abonneren. Stelt u voor dat u nog vragen heeft, kunt u met ons altijd contact opnemen. Onze gegevens staan hieronder in de beschrijving.